2014. Bijzonder hier aan Anita Waldram, want Henk Spiekstra die stapt naar zo'n 30 jaar bij de gymnastiekvereniging. Ja, dan moet je op zoek naar wat oors, hè? Ja, dat klopt. Vorige keer waren we nog op zoek. Ja. En nu een paar jaar later, en dus vlak voordat hij stopt, hebben we iemand gevonden. Femke Anema, een meid van 23 jaar, die hier vlakbij vandaan komt, of wegkomt. Ja. En die heeft de ALO gedaan. Je hebt verschillende gesprekken gehad met trainsters. Ja, dat klopt. Femke is eruit komen. Wat ja. Femke? Een enthousiaste, positieve meid die alle groepen wel wou overnemen van meester Henk. Op dan de volwassenen op dit moment na. Okay. Daar dachten we ook iemand voor te hebben. Maar die heeft zich teruggetrokken, jammer genoeg. Maar die ging iets doen in het buitenland. En dat was iets te ver weg. Ja, de mooie neu in je vrij dus. Ja, voor de bewegen op muziek. De mom en de jazz en de 65 plus groep op woensdagavond. En die andere twee groepen zitten op dinsdagavond. Oké, okay. 5 keer is al begonnen? Ja, dat klopt. Op woensdag van 4 tot 8 hebben we de twee turngroepen. Ja. Met 28 turnsters. We hebben nog nooit zo'n grote groep gehad. De eerste groep heeft 15 turnsters, dat zijn de basisschoolleeftijd. En dan hebben we er nog 13 van middelbare schoolleeftijd. Dat gaat best. Ja, dat gaat poelbest, ja. Ja, binnen een soort naaie leden bijkomen dan? Het aantal leden is ongeveer gelijk. Wel heel veel peutertjes hebben we op dit moment. We staan ongeveer gelijk met vorig jaar. Okay. 150 leden. Ja, maar dat komt ik. Je hebt echt actie beschouwd. Ja, en dat gaan we ook nog weer doen de komende herfstvakantie. Want dan hebben we woensdag 15 oktober van 2 tot 4. Maar dan verdeeld in twee groepen. We moeten de jongsten niet bij de oudsten hebben. Nee. Hebben het grote gymfeest. Dat wordt onze derde keer dat we dit organiseren. Van de 3 keer dat het ook al landelijk opgezet is. Ja, nou, en daar introduceer je hem Femke. Hè? Ja, die komt dan zichzelf voorstellen aan iedereen. Want na de herfstvakantie, ergens begin november, dan neemt ze alle lessen niet over. Maar dan gaat ze samen met meester Henk de lessen doen. Okay. Zodat iedereen een geleidelijke overgang heeft. Ja, want wanneer stopt meester Henk definitief? Eind november. De laatste les is 26 november, op woensdag. Oké. Okay. Ja. Hebben we nog wat speciaals? Daar hebben we nog niet. Ja, we zijn er natuurlijk wel mee bezig. Maar we hebben nog niet een compleet vast programma. Maar we zorgen wel dat alle leden persoonlijk afscheid kunnen nemen van meester Henk. Ja. En dat hij ook afscheid kan nemen van degene die dus dan al 38 jaar les heeft gegeven. Ja, ik denk dat je met vaderlijk gewoon hebben dat de gymzaal nou in naaie squalen zit. Hè? Dat je een accommodatie gewoon tip-top is. Ja, we hebben allemaal een nieuw toestel. Dus dat is nou bijna 2 jaar ja. Hebben we een nieuw gymzaal. We hebben runrad-turnen. Dat is met die grote hoepels. En dan hebben we 10 januari ook nog een regionale wedstrijd hier in Grauw. Die hebben we erin staan. En we hebben, ja, we hebben heel veel nieuw materiaal. En dus in de school heeft dat ook. Daar kunnen we gezamenlijk gebruik van maken. Ja, het heeft meer uitstraling. Hè? De club is daar gewoon, ik maar stappen vooruit doen. In ieder geval de temperatuur. Ja. En de regeling van de temperatuur. We hebben wel eens bij min 13 of zo in de gymzaal gehad. Toen kon het niet doorgaan. Dat hebben we nu niet. Nu hebben we een airco. Alleen, ja, die is wel nodig, want het is echt binnen in het gebouw. Ja. Maar wat wil je met de club bereiken, met Femke? Hoe ben je die gesprekken in omdat je zei dat hij de doelstelling met de toppers? We willen met name breedte sport. Vooral de jongsten willen we goede motorische ontwikkeling aanbieden. En we zijn heel hard bezig om beweegdiploma. Dat is landelijk door de KGU op de markt gebracht. Ja. Nijntje beweegdiploma, dat is voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Om die een vast programma aan te bieden van 20 lessen. Waarin ze alle spieren, alle motorische vaardigheden kunnen uitoefenen. En erin trainen. Ja. En aan het eind ervan is een diploma. En dat is twee diploma's. Een soort zwemdiploma, maar dan voor gymnastiek. Oké, okay. Dus daar ben ik hut maar bezig om dat bij de club te introduceren. Ja, maar dan moet Femke alle licenties hebben en de diploma's om dat te mogen geven. Ja, ben je maar als bestuur nog compleet? Ja, we hebben 5 bestuursleden die heel fanatiek zijn. Het financieel vrij goed voor elkaar hebben. Dinsdag mogen we zelfs naar Heerenveen om via de Rabobank, het coöperatiefonds, een bedrag in ontvangst te nemen. Zodat we nieuwe liggers op de brug kunnen
aanschaffen. Die zijn nu aan het splinteren. Materiaal voor het beweegdiploma wilden we graag aanschaffen. We zijn op dit moment als bestuur. Maar dat mag ook wel, want we zijn met vrij veel activiteit. Want in de jeugd, ik al steeds meer voor senioren. Dat je hem zegt van dat wil je echt constant trok inleggen. Omdat het heel belangrijk is. Hoe langer je doorgaat met bewegen, hoe gezonder je blijft als persoon. En daar sta ik nogal wel voor. Ja. Voor gezondheid. Dus ja, die kinderen goed motorisch ontwikkelen. En als je wat ouder bent, door blijven gaan met bewegen. Wat voor farmen heb je eigenlijk? We hebben de peuters en kleuters, die zijn op woensdag. Vanaf 3 jaar hebben we nu. Maar als beweegdiploma, als we dat rond hebben, dan kunnen ze vanaf 2 jaar bij ons op de gymnastiekvereniging. Dus tot groep 3. En vanaf groep 3 word je verdeeld in de meisjes- en de jongensgroep, omdat ze toch anders bewegen. Ja. De heren houden van iets andere bewegingen dan de dames. En dan op dinsdag hebben we 4 meidengroepen van de basisschoolleeftijd. En op maandag 2 heren, jongensgroepen van de basisschool. En als ze op de middelbare school zitten, hebben we een hele leuke groep van 13, 14 junioren. Die op de middelbare school zit. En dat is weer gemengd. Okay. En die springen heel veel en dat is een hele leuke groep. Ja, ik had de spectaculaire groep bij uitvoeringen, hè? Ja, de junioren, nou, met name komische acts zijn ze heel goed in. Dat waren de clowns van de laatste keer. Ja. Nee, de spectaculaire is dan toch, denk ik, de turnsters. We turnen op dit moment hoog niveau. Ja. We hebben een Fries kampioen gehad afgelopen seizoen. En we gaan nu naar supplement D. En dat betekent dat je dus, als je daarin vrij hoog eindigt, dat je naar landelijke wedstrijd mag. Ja, nou, dat ligt er klaar op, maar je niveau toppers uit binnen de club. Ja, daar zijn we ook heel blij mee dat we die dus ook bij de club kunnen behouden en op laten opgroeien, maar laten ontwikkelen. Kim ze wat horen, de jeugd, de tuppers. De turnsters, ja. Er zijn een aantal die hadden meer ambities, meer trainen. Want wij trainen natuurlijk maar 2 uur in de week, alleen op woensdag. Meer hebben we geen ruimte, hebben we niet in de zaal. Dan gaan ze nog vrijwillig 2,5 uur naar Sneek op zondagochtend, van 9:30 tot 11. Als je dat wil, dat is vrij blijvend. Ja. Maar als je 4 keer in de week wil trainen, dat is bij ons niet mogelijk. Nee. Dus dan gaan ze ergens anders heen en dan kunnen ze behoorlijk uitgroeien. Want we hebben Fimpke van der Veen, die is vorig jaar naar Heerenveen gegaan. En die is derde van Nederland geworden op een toestel. Almeel, de club is in flow en dat vind ik heel mooi. Dus we volgen je mee. Jim Stuur is altijd keurig de berichten, maar de foto's. Ja. En we zullen zeker bij het moment aanwezig zijn dat meester Henk stopt. Prima. We hebben ook van harte uitgenodigd voor het grote gymfeest natuurlijk. Ja, 15 oktober. 15 oktober, dat is dus nog dichterbij. Ja. En daarna nou ook nog van harte welkom bij de Reunraadwedstrijd. Wij zijn de enige vereniging in Friesland die sport aanbieden. Ja. Zelfs van heel Noord-Nederland. Prima. Bedankt, Anita, in de studio hier bij het Kopschip. En voor succes. Prima, bedankt.